Beste collega's, wat lijkt het lang geleden dat we gewoon onze wekelijkse sportavond hadden. Een avondje theater of gezellig borrelen met vrienden in de stad. Gisteren las ik in de krant het volgende citaat. Als het menens wordt, breekt het moment van de waarheid aan. Ernstige situaties maken duidelijk waar het werkelijk om draait. En dan besef je pas goed wat je aan collega's en vrienden hebt. Om me heen zie ik hoe veerkrachtig we zijn en hoe bereidwillig we zijn om elkaar te helpen. Collega's die hun oude vak als IC-verpleegkundige weer oppakken. En collega's die echt buiten hun comfortzone andere afdelingen ondersteunen. Helpende handen. En dat allemaal om onze patiënten van de best mogelijke zorg te blijven voorzien en om elkaar heel te houden. We zijn immers niet met de 100 meter sprint bezig, maar met een marathon. We gaan zorgvuldig, doelbewust en volgens de richtlijnen om met persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat is nodig om de beschikbaarheid hiervan zo lang mogelijk te borgen. En als je de richtlijnen van de infectiepreventie netjes volgt, weet dan dat je voldoende beschermd bent. Wij staan en gaan ervoor om onze zorg binnen verantwoorde grenzen te leveren. Iedereen moet weten dat maximale inzet altijd binnen verantwoorde grenzen zal verlopen. Dit geldt voor de patiënt en dat geldt zeker ook voor jullie als medewerker. Schakel af en laat op. Neem afstand van je werk als je thuis bent, hoe moeilijk dat ook soms is. Doe dingen die goed voelen, zodat je weer fris aan een volgende dag of dienst kunt beginnen. We hebben je immers nog heel erg lang nodig, ook na deze crisis. Ik heb bewondering voor jullie. Hoe jullie je teleurstelling tackelen omdat je familie en sociale leven op zijn kop staat. Hoe goed jullie je weten aan te passen aan het nieuwe normaal. En hoe onze patiënten nog steeds met zorg en compassie worden verzorgd. Ook de vele blijken van dankbaarheid door de externe wereld laten zien dat we geweldig mooi en dankbaar werk verrichten. Dat geeft ons extra energie. Want de buitenwereld beseft maar al te goed waar het in deze crisissituatie daadwerkelijk om draait, namelijk om jullie geweldige inzet. Ik ben ook trots. Net zoals een collega vanmorgen die, toen we samen op 1,5 meter afstand van elkaar het ziekenhuis inliepen, zei: wat ben ik trots op onze saamhorigheid als Haga ziekenhuis. Wij kunnen de wereld aan. En mij past een diepe buiging voor jullie allemaal. Wij kunnen dit. Samen. Hoofd koel, hart warm.